Je kijkt naar Freezing Hotspots, het tv-programma voor en door jongeren uit het voortgezet onderwijs. Zij nemen je mee naar hun favoriete plaats in Friesland. Welke plaatsen zijn freezing hot? In deze aflevering laten de leerlingen van de tweede klas van CSG Liutger uit Burgum u kennis maken met monumenten in Friesland. Een aantal jongens gaat op bezoek bij de Schierstins in Veenwoude. Maar eerst gaat een groep meiden op Elfstedentocht. Zij nemen u mee langs historische gebouwen tijdens deze Elfstedentour. Hallo, waar zijn Kimberly, Leni, Beertje. De Elfstedentocht is heel belangrijk in Friesland. Wij nemen u mee naar een paar plaatsen van de Elfstedentocht. De Aldehove is vernoemd naar een klein plaatsje in Groningen wat ook de Aldehove heet. Hij is ontworpen door Jacob van Aken. De Aldehove moest ruim 120 meter worden, maar is 19 meter geworden. Hij staat er ongeveer 481 jaar in Leeuwarden. De waterpoort staat over de hoogste pijp in Sneek. De poort bestaat uit twee achtkantige torens met daartussen een brug over de vaarroute tussen de kalk en de stadsgracht aan het stadscentrum. En boven de brug een poortwachterwoning. Sneek had nog vier andere poorten en twee landpoorten. Die zijn allemaal gesloten. Deze waterpoort die nu nog staat is het symbool van Sneek. We zijn in Elst bij de Mauritiuskerk. De voorganger van de huidige kerk was een kerspelkerk. Uit de 13e eeuw met een zadeldaktoren gewijd aan de heilige Mauritius. Deze kerk werd in 1828 ontmanteld. Op de plaats werd ook een begraafplaats aangelegd. De huidige kerk uit 1830 is gebouwd naar de ontwerpen van J. Ankringa. De zaalkerk met driezijdige koorsluiting kreeg in 1868 een dwarsarm. We zijn nu bij het vrouwtje van Stavoren in Stavoren. Stavoren is de oudste en was weleer de grootste en rijkste stad van Friesland. Een machtige koopmanstad waar ook de Friese koningen hun verblijf hielden. De inwoners munten uit de zeevaart. Haar zeelieden zijn de eerste geweest die door de zon in de Oostzee kwamen. Maar na de 13e eeuw begon de rijkdom af te nemen. De Noordzee had de kustlanden doorbroken. Met het ontstaan van de Zuiderzee hadden de stromen zich verlegd en waren andere Friese kuststeden tot zodanige bloei gekomen dat zij aan de overzeese handel van Stavoren afbreuk deden. We zijn bij de Waag in Workum. De Waag van Workum werd in 1650 gebouwd. Het verving een eerder vervallen bouwwerk. De ligging is aan het Marktplein, de Merk naast de Sint-Gertrudiskerk. De Waag heeft aan één zijde een lange luifel. Het gebouw heeft een schilddak met aan elke zijde een dakkapel met een trapgevel. Op de hoeken van het dak staan vier leeuwen met een wapenschild. Met hieronder het statier. In de gevels bevinden zich ook wapensteden, waaronder het statier. In de gevels bevinden zich ook de wapenstenen, waaronder het gemeentewapen met het jaartal 1650. Nadat het gebouw de functie van de Waag verloor, heeft het net als de Waag van Dokkum diverse andere bestemmingen gehad, waaronder het politiebureau. In 2007 is het Waaggebouw gerestaureerd en wordt het sindsdien gebruikt als VVV-kantoor en museum Warkums Erfschip. Wij zijn nu in Bolsward bij de Martinikerk. De Martinikerk is een gotisch kerkgebouw van de hervormde gemeente in Bolsward in de provincie Friesland. De Martinikerk van Bolsward, een van oorsprong Rooms-Katholieke kerk, was in de middeleeuwen een dekanaatskerk in Westergo. In de 15e eeuw werd van 1446 tot 1466 de kerk vernieuwd en uitgebreid. Eerder in de 15e eeuw was de toren al gebouwd. In 1459 werd de kerk gewijd door toenmalige bisschop van Utrecht, David van Bourgondië. De kerk wordt een pseudo-basiliek genoemd vanwege de relatief lege lichtbeuken. We zijn in Harlingen bij de hervormde kerk. Tot 1967 was Middelum nog steeds een zelfstandige kerkelijke gemeente, met een eigen kerkenraad, eigen predikant en een eigen pastorie.
De pastorie staat er nog steeds, maar wordt nu niet meer door de predikant bewoond. Toen dominee Verhoef, de laatste eigen dominee van Middelum, vertrok, bleek dat Middelum niet meer een zelfstandige gemeente kon blijven bestaan. Er vond toen een samenvoeging met de hervormde gemeente Harlingen plaats. Een van de Harlingen dominees kreeg nu ook Middelum onder zijn hoede. En zo was de hervormde gemeente Harlingen Middelum geboren. We zijn in Dokkum bij de Sint Bonifatiuskerk. De Rooms-Katholieke Kerk is gewijd aan de heilige Martinus en de heilige Bonifatius en gezellen. De neogotische kerk werd gebouwd naar ontwerp van Pierre Cuypers. De kerk was de tweede van de in totaal 7 neogotische kerken die hij in Friesland bouwde. In 1871 begon men met de bouw van de 3-beukige basilicale kruiskerken. En in 1872, hoewel nog niet voltooid, werd de kerk ingewijd. De kerk werd georiënteerd. Het priesterkoor kwam aan een plein te liggen en daarom werd de klokkentoren in de hoek naast het koor en de zuidelijke transeptarum gebouwd. Deze toren stortte in 1874 in, maar werd weer herbouwd. Aan de westzijde bevindt zich nog een kleinere toren. In 1878 waren ze de kerk voltooid. Restauraties vonden plaats in de jaren 70 en 80. De kerk is een rijksmonument. We zijn hier in Leeuwarden bij de finish van de Elfstedentour. Dit was onze Elfstedentour. We hopen dat u ook de Elfstedentour gaat maken. Onsen! Een tweede groep leerlingen blijft wat meer in de buurt van Burgum. Zij hebben de Schierstins in Veenwoude bezocht. Hallo mensen, vandaag staan we hier bij de Schierstins in Veenwoude. En zover ik weet is dit de laatste stint hier in Friesland. We gaan nu zo meteen iemand interviewen en dan gaan we jullie meer laten weten over dit prachtige gebouw. Wat vinden jullie dan zo speciaal onder skistint? Nou, dit is het enige toerkasteel in Friesland en zelfs in Noord-Nederland. Ja, een liets kasteeltje in een toer. Geen ridderzaal en geen hoektoren en van alles, maar alleen nog een toer. En dit was voor de legere adel, die kon net een heel groot kasteel bouwen, maar wel een toer van steen, met dikke moren. En wanneer is het kasteel dan gebouwd? Het kasteel is gebouwd in 1300 ongeveer. Waar wennen jullie dan en waar hebben we het voor gebruikt? Je had waarschijnlijk een familie Itzinger wennen. En die gebruikte dit om je weer om te loeken in tieren van gevaar. Dus als er oorlogsgeweld weer, dan konden ze hun daarin weer omloeken. En dan lutsen ze de trap naar binnen toe. Nou, en dan dienen ze de deur op slot en dan zitten ze veilig, hoopten ze. En wat vinden jullie zelf dan het mooiste onder skierstins? Ik vind de kelder het mooiste, want dan heb je een mooi steen gewelf. Geen zolder van hout of geen plafond van hout, maar van steen, al je metselen. En je ziet daar die mooie bogenramen. Dus dat vind ik het mooiste.